Overgangen tussen clips. Hoe doe je dat? Ik zet even wat meer haai clips erin. En ik zet ze even gewoon tegen elkaar. En hier vind je het tabblad transitions. En hier vind je heel veel verschillende soorten transitions. Crossfade is de meest gebruikte. Maar er zijn ook andere. En die kun je dus best wel veel hier allemaal vinden. Nou, bijvoorbeeld de meest gebruikte dan maak Crossfade. Die zet je gewoon tussen twee clips in. En dan zie je dus dat je het ene beeld vervaagt. En gaat over in het andere. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, een beetje random. Rainbow, waarom niet? Rainbow. Rainbow. En dan heb je een rainbow. Tadaa. Hoe lang zo'n overgang duurt kan je, je instellen. Je kan er ook bijvoorbeeld drie seconden van maken. En dan wordt hij dus uh, veel langer. En je kan er hier trouwens ook nog eventjes uh, andere zo aan uh, klikken. En dan wordt het uh, een andere overgang. ziet u, Dus op deze manier kun je dus werken met overgangen in Wii Video.